Het is alweer de eerste week van maart 2020 en dus weer tijd voor onze maandelijkse serie Interessante Aandelen. Een serie waarin ik kijk naar aandelen die mij interessant lijken. Misschien heb ik ergens iets gelezen of gehoord waardoor mijn interesse is gewekt in dit aandeel. Het is zeker niet zo dat het aankoopadvies is. Het is juist alles behalve dat. Het is puur dat de interesse is gewekt. Dat je gaat kijken van, dit zou misschien wel interessant kunnen zijn. Dan moet ik later nog meer onderzoek naar doen, dan moet ik zelf nog onderzoek naar doen. Maar dit is puur zeg maar een soort van voorzetje. Ook deze maand heb ik weer twee interessante aandelen gevonden, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. We beginnen deze serie altijd met terug te kijken naar de aandelen die ik in de vorige video heb behandeld. Dat was dus over februari 2020. Nou, afgelopen maand is wel een aparte maand geweest, zeker de laatste week. We weten natuurlijk allemaal het coronavirus, daar ben ik uitgebreid op ingegaan trouwens in de laatste video. Ik zal hem hier even linken als je daar meer over wilt zien. Dit heeft natuurlijk groot effect gehad op de laatste week, maar daardoor ook op de hele maand. En we zijn eigenlijk overal wel negatief geëindigd. Laten we als eerst gaan kijken naar de beurzen als referentiepunt om vervolgens onze aandelen tegenover te vergelijken. Kijken we bijvoorbeeld naar de AEX. Die is de afgelopen maand 8,5% gedaald. En zoals je ziet, vooral die laatste week was volgens mij 12,6% eraf gegaan. Kijken we naar de S&P 500 in Amerika. Over de hele maand min 6,7%. Dus zeg maar dat de beurzen tussen de 6,5% en 8,5% gedaald zijn. Het eerste aandeel van vorige maand wat ik behandelde was Basic-Fit. Nou, dat aandeel is met bijna 11% gedaald de afgelopen maand. De koers is zoveel gedaald. En ik heb dit aandeel toevallig vorige week gekocht. Terwijl deze flinke correctie dus aan de gang was, vond ik een goed moment om in te stappen. Dus ik heb geprofiteerd van die lage koers, die correctie toen. En ik heb geloof ik 20 aandelen gekocht. Het andere aandeel wat ik vorige keer behandelde was Boskalis. Daar zien we een verlies van 6,1%. En dit is dus een beetje in lijn met wat de hele beurs over het algemeen heeft gedaan. Dus ja, we kunnen denk ik niet verwachten. Er zijn maar weinig aandelen die eigenlijk de afgelopen maand in de plus zijn geëindigd. Dus we konden zeker van dit soort aandelen die gewoon heel middelmatig waren, niks aparts, ja, zeker niet hiervan hebben kunnen profiteren. Is het niet meer dan logisch dat we in dit geval dus in een min eindigen? Laten we proberen deze maand wel aandelen te kiezen die er in ieder geval in deze maand op vooruit gaan. En het eerste aandeel wat ik heb gekozen als interessant aandeel is Prologis met het symbool PLD. En Prologis is zo'n bedrijf dat je vast al ooit ergens hebt gezien, alleen meestal besef je het niet. Kijk de komende week bijvoorbeeld maar eens naar grote panden langs de snelweg, rondom de steden, of je daar ergens de naam Prologis ziet staan. Grote kans dat dat namelijk het geval is. Prologis heeft namelijk vastgoed, heel veel vastgoed en juist heel erg grote panden. Jullie weten dat ik steeds meer op zoek ben naar vastgoed. Het liefste niet in winkels, maar meer in woningen. Dat is eigenlijk mijn voorkeur, zowel in Nederland als in Duitsland. En ik ben ook aan het kijken naar aandelen die dividend uitkeren. Dat is ook interessant voor de lange termijn. En Prologis voldoet eigenlijk aan beide van deze dingen waar ik naar op zoek ben. Wat is Prologis dan? Nou, laten we kijken naar de website en naar de Over Ons pagina erop. Prologis is een vooraanstaand aanbieder van industrieel vastgoed in de Benelux, met een breed aanbod van hoogwaardige opslag- en distributiecentra. En Prologis bezit in de Benelux ook grondposities voor ontwikkeling. Dus niet alleen hebben ze op dit moment panden, ze hebben ook nog genoeg posities om in de toekomst panden uit te breiden, nieuwe panden bij te maken of zelfs juist hele parken aan te leggen, want dat is ook een van hun punten. Het is vaak dat ze in een heel groot gebied meerdere grote panden bouwen. Nou stond je dat ze in de Benelux actief zijn, maar het is eigenlijk een bedrijf wat wereldwijd panden heeft, vastgoed heeft. Laten we kijken naar enkele cijfers, dan zien we dat ze op 4 continenten aanwezig zijn. Dat is Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië. Je ziet dat ze bijna 90 miljoen vierkante meter aan vastgoed hebben, verdeeld over bijna 3900 gebouwen. Ze hebben 5000 klanten, en daar komen we dadelijk nog op terug, 1700 medewerkers. Ze zijn dus actief op 4 continenten in 19 landen. Het heeft in totaal bijna 120 miljard dollar aan activa op de balans staan. En ze zijn aanwezig in de S&P 500 en zelfs in de top 100. En ze hebben dus veel klanten en kijken we naar enkele klanten hier in Nederland, dan zien we bijvoorbeeld Coolblue, DHL, LG, Lidl, Samsung, echt de grote namen die hier gebruik maken van hun panden. En ook van enkele partners hebben ze een aparte pagina gemaakt, zoals Coolblue. Hier kun je bijvoorbeeld lezen dat ze klant zijn geworden sinds 2012. In enkele jaren tijd hebben ze telkens het pand uit weten te breiden, van in het begin 25.000 vierkante meter naar op dit moment in totaal 100.000 vierkante meter op hun locatie in Tilburg.
En zoals gezegd hebben ze parken. In Tilburg is dat Prologis Park Tilburg. En dat heeft maar liefst 260.000 vierkante meter. En Prologis was laatst nog in het nieuws vanwege een overname, een vastgoedovername. En dat was bijna een van de grootste wereldwijd in de historie eigenlijk. Want voor 13 miljard hebben ze bedrijf Liberty Property Trust overgenomen. Daardoor krijgen ze in totaal 325 nieuwe klanten erbij. Ze verwachten dat dit een voordeel oplevert natuurlijk, omdat ze bedrijfsactiviteiten samen kunnen voegen en hierdoor 120 miljoen euro per jaar kunnen besparen. En door deze deal hebben ze natuurlijk niet alleen extra panden erbij gekregen, ze hebben ook juist veel panden op belangrijke locaties. Locaties waar ze nog niet zaten of waar ze liever meer panden hadden willen hebben. Nou, dat is door deze deal natuurlijk wel gelukt. Zoals gezegd, een heel erg grote deal over een enorm bedrag, waardoor eigenlijk in één keer 10% van hun vermogen of hun grootte erbij kwam. Laten we ook verder gaan kijken naar enkele cijfers van Prologis. Nou, ten eerste bij vastgoed is altijd de bezettingsgraad belangrijk. Hoeveel wordt verhuurd en dat soort dingen, of geleased misschien wel. Bij Prologis is dat op dit moment meer dan 96%, dus dat is best wel prima. Dus je kunt ook zien dat ze zich vooral richten op goede contracten in plaats van nu de bezetting verhogen. Nou, op zich is dat wel een goed idee. Het kan ook zijn dat het een marketingpraatje is. Het is natuurlijk zo dat je liever natuurlijk iets langer leegstand hebt, maar daardoor wel een klant kan vinden die misschien meer betaalt, voor de langere termijn klant blijft. In plaats van dat je maar snel iemand vindt om het op korte termijn het pand te vullen, waardoor je misschien minder huur vraagt. Of een klant die misschien over een jaar al wel weg is. Dus de focus lijkt vooral te liggen op goede klanten vinden die een goede prijs betalen en ook lange termijn eigenlijk willen huren. Je zag dus al dat ze laatst een grote overname hebben gedaan. En ze hebben op zich wel een best wel goede rating gekregen van kredietbeoordelaars. Dus dat wil zeggen, ze hebben best wel veel activa of weinig schuld voor een vastgoedbedrijf. En op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat ze ook toekomstige leningen tegen een best wel gunstig tarief kunnen krijgen. Dat betekent weer dat ze eigenlijk tegen lage kosten geld kunnen lenen om eventueel hun vastgoedportefeuille uit te breiden. Het is ook een bedrijf wat regelmatig of best wel vaak de verwachtingen van analisten verslaat. En kijken we naar wat de analisten verwachten. De lage verwachtingen liggen rond de koers die het op dit moment is. Het gemiddelde ligt zo rond de $98. En de hoge verwachtingen liggen iets hoger, rond de $105 per aandeel. En dat betekent eigenlijk dat er een upside is. Dus we kunnen zeg maar 15% stijging verwachten in de komende 12 maanden, volgens analisten in ieder geval. Dat is natuurlijk wat zij verwachten op basis van de cijfers die bekend zijn. Zoals gezegd is een andere reden waarom ik dit aandeel interessant vind het dividend. En het dividend wordt het komende jaar verhoogd met 10%, is laatst in het nieuws gekomen. Het dividendpercentage lag de afgelopen tijd op 2,4%. Maar voor het komende jaar wordt $2.32 verwacht. En zeker met de huidige correctie en dus die verhoging die eraan komt, kun je verwachten dat het komende jaar dat rond de 2,7% ligt. En dat is op zich niet zo heel erg hoog voor een vastgoedaandeel. Maar het voordeel van Prologis is dat de koers ook nog telkens stijgt. En kijk bijvoorbeeld naar een koers in de laatste jaren. Dan zien we eigenlijk wel telkens een best wel constante groei al vanaf 2015 ergens. En zo zien we dat we daar begonnen zo rond de $40. En uiteindelijk iets boven de $90 gepiekt zijn dus afgelopen maand. En dat zijn dus redenen van mij dat het op het eerste oog in ieder geval interessanter uitziet. Zoals gezegd, het richt zich op vastgoed, vooral op distributiecentra en grote locaties. En dus niet in winkels waar ik niets in geloof. Winkels, dat zal de komende tijd juist afnemen. Terwijl juist dit soort grote distributiecentra, waar Bol.com zit, Coolblue, Amazon zijn klanten van hun, ja, die zie ik alleen maar eigenlijk toenemen in ieder geval in de korte toekomst. Het dividend daarnaast is redelijk, maar er zit nog wel groei in. Het komende jaar wordt het dus met 10% verhoogd. En de verwachting zo dat het de komende jaren nog wel verhoogd wordt. En het is een bedrijf wat best wel veel winst kan maken. Vaak zal het een heel groot gedeelte ervan herinvesteren in nieuwe panden. Maar ze zijn ook verplicht om best wel veel uit te keren. Dus dat zijn wel enkele redenen voor mij om het in ieder geval een interessant aandeel te vinden en er verder naar te gaan kijken. Vind je het nou ook zelf een interessant aandeel, ga ik zeker onderzoek doen. Kijk de laatste kwartaalcijfers, lees het nieuws, pak het jaarverslag erbij. En als je het dan eenmaal wilt gaan kopen, het aandeel is te koop via onder andere de Giro. En aanbevolen brokers vind je trouwens onder deze video terug. Daar staat dus de Giro en FlatEx. En dit aandeel is via beide brokers beschikbaar. Voordat we verder gaan naar het tweede aandeel wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik wat je interessant vindt en kan ik meer video's over dat onderwerp maken. Maar ook meer mensen krijgen mijn video op YouTube te zien. En wil je zelf nou meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. En dan gaan we nu verder met het tweede aandeel van deze video en dat is Qualcomm. En Qualcomm is een Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders, zeg maar chips.
Concurrenten moet je zien als Intel of Samsung. En het bedrijf Qualcomm dus produceert en verkoopt en ontwikkelt trouwens dus halfgeleiders, processors, chips. Voor vooral mobiele applicaties, dat denk je bij aan tablets en telefoons en dat soort dingen. Het onderdeel van Qualcomm wat de producten maakt en verkoopt is goed voor 70% van de omzet. En de overige 30% zit aan de ene kant via licenties van technologieën die ze al hebben. En een klein gedeelte komt uit investeringen die ze hebben gedaan in veelbelovende technologieën. Dus ze investeren in technologieën waar ze iets verwachten voor in de toekomst. En kijken we naar de koers van Qualcomm, eigenlijk alle chipmakers, zeg maar, de afgelopen week hebben een best wel grote tik gehad. Had natuurlijk te maken met het coronavirus. Maar vooral de chipmakers hebben er best wel onder geleden. Nou, als we gaan kijken naar de koers het afgelopen jaar, dan begon het een jaar geleden zo rond de $54. En is het uiteindelijk het jaar best wel flink gestegen naar $96. En op dit moment staat het zo rond de $82. En dat heeft dus te maken, zoals gezegd, met die correctie van vorige week, waardoor in één keer bijna $20 eraf ging. En waarom dan Qualcomm als interessant aandeel? Nou, gaan we kijken naar hun website, dan valt het eigenlijk al meteen op. 5G, want dat is het eerste wat je eigenlijk ziet. Je ziet eigenlijk de nieuwe Snapdragon chip voor mobiele telefoons. Maar het grootste wat daar opvalt is het 5G. En 5G heeft op zich wel wat vertraging opgelopen. Het werd eigenlijk al voorspeld voor vorig jaar, 2019. Of in ieder geval nou voor dit jaar. Lijkt er ook nog niet helemaal op gang te komen. Maar het is zeker wel een techniek die in de korte toekomst, dus dit jaar langzaam opbouwt en zeker volgend jaar en de jaren daarop zich verder uitbreidt, want 5G is wel de toekomst. Het kan er ook bijvoorbeeld mee te maken hebben dat de netwerken nog niet klaar zijn. Hier in Nederland is er al wel een 5G-netwerk, geloof ik, maar heel veel landen hebben dat nog niet. Ja, wij zijn een klein land, we hebben dat nog relatief snel opgebouwd. Heel veel andere landen zijn al mee bezig, maar heb je het gedoe met Huawei weer, wat die apparatuur levert, wat mensen of landen dan eigenlijk weer niet willen. Dus daar zit nogal wat vertraging in. En dat zie je eigenlijk ook terug trouwens bij Apple. Apple heeft in hun laatste iPhone, de iPhone 11, nog geen 5G-chip zitten. Die zal waarschijnlijk dit jaar pas komen. En als Apple vaak al dit soort dingen niet inbouwt in zijn telefoon, wil het eigenlijk zeggen dat ze gewoon nog niet verwachten dat de wereld er klaar voor is. Misschien de mensen dan wel, maar het netwerk zoals gezegd nog niet. En heeft ook nog geen zin om dit soort dingen in een telefoon te bouwen, omdat daarmee de kostprijs van een telefoon omhoog gaat. Terwijl eigenlijk niemand er op dit moment, of tenminste niemand, heel veel mensen hebben er op dit moment nog niks aan. Laten we ook bij Qualcomm even gaan kijken naar de laatste cijfers. En dan specifiek het laatste kwartaal. Als we daar naar de omzet gaan kijken, dan is die gestegen naar 1,4 miljard. En dat is dus een plus van bijna 40%. Kijken we naar de winst voor belasting, die was iets meer dan $1 miljard. En dat was een plus van maar liefst 72%. Het zou ook kunnen komen dat Apple hiermee verantwoordelijk is. Apple is namelijk weer klant van Qualcomm. Ze hadden in het verleden, volgens mij 2 jaar geleden, een rechtszaak over wat patenten en dat soort dingen. Ik geloof dat Apple een boete heeft moeten betalen. Ze zeggen niet hoeveel het is, maar analisten verwachten dat het tussen de $5 en $6 miljard is betaald door Apple, dus aan Qualcomm. En het tweede wat daarbij speelt is dat Apple nu ook 6 jaar lang een contract heeft met Qualcomm, met een optie om het 2 jaar te verlengen. Dus die stijging in omzet en in winst is voor een gedeelte afkomstig van Apple. Nou, Apple heeft op dit moment, zoals gezegd, eigenlijk nog niet heel veel dingen ingebouwd. Dus het is logisch dat wanneer bijvoorbeeld de 5G-chip komt en ze die bijvoorbeeld met Qualcomm zouden gaan maken, dat natuurlijk het aandeel van Apple binnen Qualcomm heel erg toeneemt. Dat de omzet heel erg toeneemt en de winst waarschijnlijk nog wel harder toeneemt. En niet alleen heeft de Apple dus een boete betaald aan Qualcomm. Qualcomm zal waarschijnlijk ook een boete moeten gaan betalen aan de Europese Commissie. Omdat Europa vindt dat Qualcomm hun machtspositie heeft misbruikt binnen Europa. Hoeveel die boete zal zijn, dat is niet bekend. Het zal vast wel enkele miljarden zijn. Ja, dat doet op zich wel pijn. Aan de andere kant, Qualcomm heeft op dit moment 11 miljard in kas zitten. Dus ze kunnen het betalen. Misschien zit het al een klein beetje in de prijs verwerkt. Want dit is gewoon, beleggers weten dat dit eraan zit te komen. Waarschijnlijk zal die boete dit jaar komen. Dus ja, verwacht maar dat het al verwerkt is. En als die komt, dan kan Qualcomm, zoals gezegd, met het geld dat ze in kas hebben, deze boete makkelijk betalen. En wil je trouwens nou meer weten over dit soort cijfers? Ik zou sowieso aanraden om in ieder geval de laatste kwartaalcijfers te kijken. En ook natuurlijk de laatste jaarrekening om een compleet beeld te krijgen over het bedrijf. Kijken we naar de verwachtingen voor Qualcomm en pakken we daar de laatste kwartaalcijfers bij. Dan zien we dat deze naar boven zijn bijgesteld. Van 4,4 tot 5,2 miljard is het bijgesteld naar 4,9 tot 5,7 miljard in Q2 van 2020. Ook het winst per aandeel is verhoogd naar $0,95 in het meest gunstige geval. En we zien dat ze zelf een groei verwachten van zo rond de 16%
op in ieder geval het onderdeel wat dus producten maakt en verkoopt. Het aandeel zelf is nu zo rond de $80 waard en analisten verwachten een gemiddelde zeg maar van $100 per aandeel. Lage inschattingen zijn zo rond de 90, de hoogste zijn rond de 115. En dat zou betekenen, als we uitgaan van het gemiddelde, dat er dus 25% rendement te verwachten is in de komende 12 maanden. En ik denk zeker dat dit mogelijk is, omdat natuurlijk een groot gedeelte daarvan eigenlijk gewoon herstel is van de daling die we afgelopen week zagen. En ook Qualcomm keert trouwens dividend uit. Ze staan erom bekend om regelmatig best wel veel geld te investeren in de inkoop, zeg maar, in de aankoop van hun eigen aandelen. Dus ze kopen weer eigen aandelen op. Daardoor zijn er minder aandelen in omloop en wordt de winst dus gedeeld door minder aandelen, waardoor de winst per aandeel natuurlijk omhoog gaat. Ze verhogen ook regelmatig het dividend. Dat zien we eigenlijk in het verleden al en de verwachting is dat dat ook in de toekomst zeker mogelijk is. Dus ook wat betreft dividend is het op deze manier een interessant aandeel. En ook hiervoor geldt, vind je het nou interessant op basis van de informatie die ik nu heb gegeven in deze video? Ga zelf onderzoek doen, kijk naar deze kwartaalcijfers, lees het nieuws en leer wat meer over het aandeel. En als je dan wil gaan kopen, dit aandeel is ook via FlatEx en de Giro te koop. En zoals gezegd, links naar deze brokers vind je trouwens onder deze video. Heb je zelf nog interessante aandelen die je wilt delen? Of heb je misschien nog vragen of opmerkingen? Laat ze achter in de reacties onder deze video. Ik zal ze daar proberen te behandelen of te beantwoorden. En anders neem ik misschien wel mee naar een volgende video. Dus zeker als je een interessant aandeel hebt waarvan je zegt, kijk eens naar dit aandeel, behandel het misschien in de volgende video. Laat dat zeker achter. En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jij leuk vindt. Maar ook meer mensen krijgen deze video te zien op YouTube. Dat is niet alleen goed voor het kanaal, maar het is ook goed voor de mensen om te beginnen met investeren misschien wel. Wil je zelf nog meer video's zien? Elke week maak ik 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje dat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.